en ik ben ook heel verbaasd over het feit dat het dat zo is. Nee, maar het is veel. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ik vind het echt schrikbarend veel. Ja, ja, wij ook. Nee, dat wist ik niet. En wilt u misschien uitleggen wat u ervan vindt? Nou, ik vind het een heftig aantal. Ik vind het een heel hoog cijfer. Ja. Ik weet niet waar het door komt, maar... Ja. Ja. Nou, overgewicht waarschijnlijk. Ja. Ik hoop dat er iets aan gedaan kan worden. Maar ja, of dat zo is, of dat kan, ja, of dat geholpen kan worden, dat weet ik niet. Niet dat het er 56 waren, maar ik weet wel dat het doodsoorzaak nummer 1 is. Nee, dat wist ik niet. Ik weet ook niet de reden waarom het alleen op mannen wordt getest. Mannen zijn toch heel verschillend als vrouwen. Ik weet inderdaad dat het gebeurt, hè. En dat het ook inderdaad bij ons vrouwen anders werkt. Het is eigenlijk gewoon belachelijk. Hey, schrikt u ervan? Ja, als je dat niet weet, ja natuurlijk. Ja, dat is niet goed. Dat is iets verborgen. Dat moet in de openbaarheid komen. Het werkt nou eenmaal bij ons anders dan bij mannen. Dus het moet ook bij ons gewoon uitgetest worden. Ik weet niet waarom het is. Waarom 75% alleen op mannen worden getest. Dat zou anders moeten. Hè? De vrouwen zouden dan ook getest moeten worden op die medicijnen. Want dan weten ze wat voor invloed dat heeft op vrouwen. Ja, dan zou ik zeggen dat er meer ontwikkeling moet plaatsvinden, zodat het wel te zien is. Nou, het lijkt me niet dat er verschil is tussen mannen en vrouwen met slagaderverkalking. Ja, nou ja, dat is triest als dat is, maar ik weet niet zo goed wat ik me er bij voor moet stellen. Nee, dat wist ik niet. En wat vind je ervan? Schrik je ervan of? Nou ja, je gaat wel denken van, ben ik wel gezond dan? Dat je iets anders verwacht? Ja, ik had wel eerder borstkanker verwacht. Ja, dat wist ik. Lees je wel eens natuurlijk, dat hoor je wel eens, maar ik kan me ook voorstellen. Een vrouw zit anders in elkaar dan een man natuurlijk. Juist. Dus dat wist ik wel. Ja. Dat wist ik niet. Schrik je daarvan? Ja. Ja, want ik dacht dat iedereen wel hetzelfde, ja, hetzelfde symptomen daarvan vertonen. Ja. Niet leuk. Ja. Nee, maar is het schokkend? Ja. Schrik je ervan? Ik vind het wel, hè. Ik niet, hoor. Ik wel. Nee. Ik vind het erg. Ik denk er eigenlijk nooit zo over na. Nou, ik vind het wel heel bijzonder, want ik bedoel, als je zo bedenkt, dan verschillen de twee lichamen van een man en een vrouw. Ze verschillen wel, maar niet zoveel. Ik weet het eigenlijk niet. Het klopt wel misschien, omdat wij gevoeliger zijn of zo, ook lichamelijk voor dingen. Ja, nou van dat medicijn wist ik het niet. Nee. Maar ik weet wel dat heel veel onderzoek vaak alleen maar op mannen wordt getest. Ja, klopt. En dat vrouwenlichamen heel anders reageren en dat daar veel te weinig rekening mee wordt gehouden. Ja, ja. Vindt u dat er iets aan veranderd moet worden of nog meer aan gedaan moet worden? Nou, ik vind best dat ze daar bij dat onderzoek gewoon meer aandacht aan mogen besteden. Dat je, ja, dat je de vrouwen, dat je daar apart op test. Ja. He, dat je niet meer aanneemt dat het allemaal hetzelfde zal werken, nee, want het werkt heel anders. Dus heel goed om daar aandacht aan te geven, ja.